Wie aan piramides denkt, denkt meteen aan het oude Egypte. Maar wat als ik u nu vertel dat er ook in Nederland een piramide is terug te vinden? Vandaag hebben wij het over de piramide van Austerlitz. En daar doemt hij op. De piramide van Austerlitz. Achter mij ziet u de piramide van Austerlitz. Gebouwd eigenlijk door Franse soldaten ter ere van de keizerskroning van Napoleon. Toen zij dus ook de Nederlanden hadden bezet. Het is eigenlijk een aardepiramide en die stenen obelisk is er later aan toegevoegd. Voor rond 1804 dus. En de grootste piramide van Europa. Natuurlijk gebaseerd op het ontwerp van de piramides in Egypte, waar Napoleon en zijn Franse troepen ook geweest zijn. Toen de Fransen de Nederlanden hadden bezet, was er een generaal, Auguste de Marmont, die in 1804 een legerkamp had opgericht hier op de Utrechtse Heuvelrug. En hij liet hier een piramide oprichten van 40 meter hoog. Omdat hij zo tevreden was van de kracht van zijn nieuwe leger, maar ook omdat hij de verveling van zijn soldaten wou tegengaan. De Marmont had zelf tijdens de Egyptische veldtocht van Napoleon de piramides in Egypte gezien en vond ze zo mooi dat hij dus zei: "We maken er hier ook eentje." De bouw duurde ongeveer een maand. Al gauw sprak men van Mont Marmont, ofwel Marmontberg. De Marmont had het plan om de piramide nog te verbeteren door bovenop een groot beeld van Napoleon neer te zetten in plaats van een obelisk, maar zover is het niet gekomen. Want in 1805 vertrok de Marmont met zijn leger naar Duitsland om daar te vechten. In 1806 werd de piramide dan vernoemd naar de piramide van Austerlitz, omdat Napoleons troepen bij de slag bij Austerlitz een grote overwinning hadden behaald. De houten obelisk die hij bovenop de piramide liet zetten, begon scheef te zakken en werd later afgebroken. Na het vertrek van de Fransen raakte de piramide in verval. Mooi, hè? Eind 19e eeuw doet de burgemeester van Woudenberg een poging om de piramide te restaureren. Maar erg duurzaam is die bergaarde niet. Alleen de stenen obelisk die er toen opgeplaatst werd, heeft tot op de dag van vandaag uitgehouden. De rest van de piramide raakte wederom al snel terug in verval. Pas in 2007 wordt er een nieuwe restauratie uitgevoerd. De scheefgezakte obelisk wordt rechtgezet, de trap naar boven wordt hernieuwd en ook grondverzakking en erosie worden aangepakt. Nu is het een populaire plaats voor mensen doorheen heel de wereld om bezoek te komen. Alleen was dat tijdens de coronapandemie niet mogelijk. Maar misschien kom ik er ooit nog wel eens om de Marmont zijn meesterwerk eens te beklimmen. Dag!